Richard, hoe oud was je toen je Johan Cruijff voor het eerst ontmoette? 13 in de C1 van Ajax. Had je toen al als 13-jarige door van, wow, dit is de grote Johan Cruijff? Of was je daar niet zo mee bezig? Jawel, ik leefde voor voetbal ook. Ik keek alles en ik was dag en nacht met voetbal bezig. En op mijn 13e werd ik naar Ajax gehaald. En ja, we hadden een heel goed team toen, in die tijd. Ja. Met de Boertjes, Fink, Brian Roy, Danny Muller zat er nog bij. En er stond het eerste, dat was in de Meer. Dan had je de trainingsvelden van de Meer, de lagen naast die van ons. En dan kwamen die spelers altijd kijken. En Johan Cruijff stond ook langs de lijn. En als het wat niet naar zijn zin ging, dan kwam hij de kleedkamer in. Dan was de trainer, Dirk de Groot was de trainer dan. En dan kwam hij gewoon de kleedkamer in en ging hij vertellen hoe het moest. En dat was heel duidelijk? Of was dat ja, hard? Dat was duidelijk van, dit ga je nu doen, dit is je taak. Want hij had altijd voor iedereen taken. Dit is je taak, dit ga je doen. En anders ga je er maar uit. Dan kom ik ervoor zorgen dat jij eruit gaat. En dan ging je anders. Ja, meneer. Mocht je Johan zeggen of was het meneer toen in die tijd? Je zei eigenlijk niks. Je luisterde en... En het moment, als je dan je debuut moet maken... We weten van Bergkamp het verhaal dat hij tegen dat zei... toen hij Europees een belangrijke wedstrijd moest spelen... zei ja, die back van die Zweden is een oude man. Was een ervaren international. Maar om je ontspannen te laten debuteren... heeft hij ook zoiets bij jou gedaan? Of hoe deed hij dat in jouw tijd? Eigenlijk zat op de bank en dan zie je zo het kopje zie je van hem verschijnen. En wits gewarm lopen. Ja, dan krijg je een schok door jij natuurlijk. 17-jarige. Ja, en dan... kom je daarna, dan roept hij je. En dan roept hij zo. En dan, ja, dan kom je dan een shirt uit. Jack uit. En dan zegt hij, lekker gaan voetballen, jongen. Punt. Dat zei hij tegen alle jonge spelers. Jij lekker moet gaan voetballen. Genieten. Je moet genieten. Vooral gaan genieten. En dan komt de rest later wel. Ik heb ook wel een keer meegemaakt. Toen we kwamen de tweede helft. Toen zei hij meteen, Wits ga warm lopen. Dus ik warm lopen en... Maar toen had hij al gezien dat ik mijn shirt in de kleedkamer had laten hangen. Hij zei na 2 minuten, ja, kom maar, shirt of jack uit. En hij zei, oh, gaan we weer zitten. Weet je, had hij al gezien dat ik mijn shirt had laten hangen. Even je die les geven. Even de les, ja.